leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Baxter? Jazeker. Maar vandaag gaan we er ook nog bij bewegen. Oh, leuk bewegen. Dat kan ik wel. En mag ik dat dan voordoen, Bax? Ja hoor, Toby. Jij mag samen met de kinderen bewegen. Maar eerst zal ik de plaatjes laten zien. Let maar eens goed op. Als waterdruppels aan elkaar bevriezen, krijg je een ijspegel. Als je in de winter naar buiten gaat, dan moet je handschoenen aantrekken. En natuurlijk een muts en een sjaal, zo hou je je hoofd ook warm. Heerlijk glijden door de sneeuw doe je op een slee. En als je durft, kun je lekker op het ijs gaan schaatsen. Of je maakt sneeuwballen voor een sneeuwballengevecht. Kijk, Toby, dat meisje maakt een sneeuwengel. Als het sneeuwt, dwarrelen er heel veel sneeuwvlokjes naar beneden. Kijk, Toby, een sneeuwpop. Zullen wij er ook een maken? Ah, als je gaat skiën in de sneeuw, heb je ook skischoenen nodig. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Bewegen jullie mee? Oké, daar gaan we. Met z'n allen. Armen omhoog. Wat staat er op dit plaatje? En rek je uit. En wat zien we hier? Hou je armen in de lucht. En wat is dit? Maak je nog langer. Oké, en nu jezelf klein maken. En wat zie je op het plaatje? Hou jezelf goed vast. En wat zie je nu? Goed zo! Joepie! Tijd voor een pauze. Allemaal springen! Zo hoog als je kan. Spring, spring, spring! Oké, stoppen maar. Nu gaan we op één been staan. Zijn jullie er klaar voor? En hup! Goed blijven staan, hè? Wat zie je hier? En nu op je andere been. En zeg maar wat je ziet. Niet vallen, hè? En wat is dit? En nu met twee benen op de grond. En wat staat er op dit plaatje? Door je knieën. En doe je armen wijd. Wat zie je nu? Goed gedaan! Tijd om te dansen. Zo gek als je kan. Schudden met je hele lijf. Ja! Dat kan gekker. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? Jullie hebben nu wel een prijs verdiend. Waar heb je die verstopt, Toby? Kijk, voor jullie. Tada! Goed gedaan, hoor. Ja, zullen we volgende keer die doen? Of die? Of die? Dat is goed, hoor. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Kiekeboe, kiekeboe. Hoi.
leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Baxter? Jazeker. Maar vandaag gaan we er ook nog bij bewegen. Oh, leuk bewegen. Dat kan ik wel. En mag ik dat dan voordoen, Bax? Ja hoor, Toby. Jij mag samen met de kinderen bewegen. Maar eerst zal ik de plaatjes laten zien. Let maar eens goed op. Ah, kijk eens. Dat zijn mijn neefjes, de ijsberen. En dit dier met dat grote gewei heet een eland. Kijk eens wat een prachtige staart deze vos heeft. En deze katachtige met de pluimpjes op zijn oren heet een lynx. Ach, kijk nou, een pinguïn met wel 5 jongen. En deze prachtige witte vogel is een sneeuwuil. Als je goed kijkt, zie je hem zitten, de sneeuwhaas. Wat een grote horens heeft die steenbok, hè? Wauw, daar komt de tijger aangelopen. En dit prachtige dier heet de wolf. Auw. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Bewegen jullie mee? Oké, daar gaan we. Met z'n allen. Armen omhoog. Wat staat er op dit plaatje? En rek je uit. En wat zien we hier? Hou je armen in de lucht. En wat is dit? Maak je nog langer. Oké, en nu jezelf klein maken. En wat zie je op het plaatje? Hou jezelf goed vast. En wat zie je nu? Goed zo! Joepie! Tijd voor een pauze. Allemaal springen! Zo hoog als je kan. Spring, spring, spring! Oké, stoppen maar. Nu gaan we op één been staan. Zijn jullie er klaar voor? En hup! Goed blijven staan, hè? Wat zie je hier? En nu op je andere been. En zeg maar wat je ziet. Niet vallen, hè? En wat is dit? En nu met 2 benen op de grond. En wat staat er op dit plaatje? Door je knieën. En doe je armen wijd. Wat zie je nu? Gedaan! Tijd om te dansen! Zo gek als je kan! Schudden met je hele lijf! Ja! Dat kan gekker! Woehoe! Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? Jullie hebben nu wel een prijs verdiend. Waar heb je die verstopt, Toby? Kijk, voor jullie! Tada! Goed gedaan, hoor. Ja, zullen we volgende keer die doen? Of die? Of die? Dat is goed, hoor. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Zoo, zoo, story zoo. Kiekeboe, ja. Kiekeboe. Ja, liedjes. Oh, het sneeuwt. Sneeuw, sneeuw. Let's go outside. Ja, naar buiten. Sneeuwpop maken. Eerst rol je een heel klein.
klein palletje. Van sneeuw over de grond. Door de buik van de pop, dan een kopje erop. Straks is het een wintermannetje. Een sneeuwpop dik en rond. Zeg, dus lekker spelen, ja! Maar wel gauw. Vandaag is er nog winterkou. Bugs en Pepper. Weten jullie wat we gaan doen vandaag? We gaan vandaag schaatsen. Gaan jullie mee? Wauw! In die grote tent is een echte ijsbaan. Zullen we snel gaan kijken of we daar kunnen gaan schaatsen? Kom mee! Als je gaat schaatsen, moet je je natuurlijk wel warm aankleden. Bugs en Pepper gaan kijken en Toby gaat leren schaatsen. Kleed je maar snel warm aan, Toby. Heel goed, de handschoenen heb je al. Wat nog meer? Een sjaal. Hey Toby, heb je nou alles aan? Nee, je moet natuurlijk nog een muts. Heel goed. Je hebt je handschoenen, een sjaal en een warme muts. Nu heb je alleen nog schaatsen nodig. Er zijn heel veel soorten schaatsen. Schaatsen zijn eigenlijk een soort schoenen met scherpe ijzers eronder, zodat je goed over het ijs kan glijden. Je hebt hele kleine schaatsen en natuurlijk ook hele grote. Kies jij maar de goede maat voor jezelf uit, Toby. Ja, die zijn goed. Trek ze maar snel aan. Wauw, die zitten goed.
Je bent nu helemaal klaar om te gaan schaatsen. Ga maar voorzichtig het ijs op. Gebruik maar een stoel, dan kan je niet zo snel vallen. Wauw, Toby, dat gaat al goed. Maar, Toby, wat doe je nou? Je gaat zonder stoel verder. Maar Toby, wat kan jij al goed schaatsen, zeg? Bugs en Pepper stappen voorzichtig het ijs op, zodat Toby rondjes om ze heen kan schaatsen. Dat ziet er gezellig uit. Oh nee, Toby, wat gebeurt er nou? Oh, je bent gevallen. Gelukkig deed het geen pijn, hè, Toby? Kom maar voorzichtig van het ijs af. Dat schaatsen was leuk, zeg. Maar Toby, Bugs en Pepper, weet je wat we nog meer kunnen doen? Een sneeuwpop maken. Kom gauw mee. De neus. De neus. Goed, zeg. We maken de mooiste sneeuwpop van de hele wereld. Dit is een heel goed plannetje. Ogen, mond en neus. Een sjaal en een pet op zijn sneeuwhoofd gezet. Dit is ons wintermannetje. Een witte winterreus. Toby, Bugs en Pepper, wat was dat een leuke dag vandaag. En we hebben een hele mooie sneeuwpop gemaakt. En Toby, wat kan jij goed schaatsen, zeg. Maar het is wel echt tijd om dag te zeggen. Zullen we zwaaien? Dag, Toby. Dag, Pepper. Dag, Bugs de beer. Tot de volgende keer. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Bugs? Jazeker. Vandaag gaan we eens kijken naar de winter. Oh, de winter. Ligt er dan ook sneeuw? Oh, zullen we dan ook een sneeuwpop maken, Bugs? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Bij de winter hoort sneeuw en van sneeuw maak je een sneeuwpop. Laten we maar gauw gaan kijken. Als waterdruppels aan elkaar bevriezen, krijg je een ijspegel. Als je in de winter naar buiten gaat, dan moet je handschoenen aantrekken. En natuurlijk een muts en een sjaal, zo hou je je hoofd ook warm. Heerlijk glijden door de sneeuw doe je op een slee. En als je durft, kun je lekker op het ijs gaan schaatsen. Of je maakt sneeuwballen voor een sneeuwballengevecht. Kijk, Toby, dat meisje maakt een sneeuwengel. Als het sneeuwt, dwarrelen er heel veel sneeuwvlokjes naar beneden.
Kijk, Toby, een sneeuwpop. Zullen wij er ook een maken? Ah, als je gaat skiën in de sneeuw, heb je ook skischoenen nodig. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Oh, kijk. 1, 2, 3 ijspegels. Wauwie, wat een mooie gekleurde handschoentjes. En als je het koud hebt, wil je natuurlijk ook een muts en een sjaal erbij. Ja, een slee. Wanneer gaan we samen sleeën? En schaatsen op het ijs. Maar dat vind ik wel een beetje eng, hoor. Oh, kijk, Bax. Ik heb ook een sneeuwbal gemaakt voor het gevecht. We kunnen ook in de sneeuw gaan liggen en een sneeuwengel maken. Hé, kijk, het sneeuwt. Allemaal sneeuwvlokjes. Ja, de sneeuwpop. Gaan wij er ook een maken? En als je wilt skiën, dan moet je deze gekke skischoenen aan. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De sneeuwpop! Die vind ik echt het allerleukst. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer.